In Den Haag hebben Ismet Bingul van het CDA en Mayran Seuhtahal van de PVDA hun partijen verlaten en zich aangesloten bij Hart voor Den Haag, de partij van Richard de Mos. Deze overstap heeft grote politieke gevolgen omdat de coalitie in de gemeenteraad hierdoor haar meerderheid verliest. Het college van burgemeester en wethouders moet nu rekenen op steun van andere partijen om besluiten door de raad te krijgen. Beide raadsleden gaven aan dat zij zich niet langer konden vinden in de koers die het college voert. Zij ervaren dat deze koers nadelige gevolgen heeft voor de belangen van hun achterban. Binnen hun eigen fracties voelden ze onvoldoende ruimte om hier verandering in te brengen. Deze onvrede heeft geleid tot hun beslissing om de overstap naar Hart voor Den Haag te maken. Volgens Richard de Mos, voorman van Hart voor Den Haag. Toont deze stap aan dat zijn partij aantrekkelijk is voor politici die vinden dat de wensen van de Haagse inwoners onvoldoende worden gehoord? Hij benadrukt dat zijn partij zich inzet voor een beleid dat aansluit bij de zorgen van de bewoners. Waarom maken de heren nou deze overschap op dit moment? Ja, zij doen het omdat zij niet langer kunnen uitleggen aan de stad de koers van dit college. Of je nou ziet het onbereikbaar maken van de Schilderswijk en Transvaal door de autoweg te pesten. Als je ziet dat buurthuizen, dat daarop wordt bezuinigd. Als je ziet het invoeren van zero-emissiezonnen voor ondernemers, wat een heel slecht idee is. Ja, zij krijgen het binnen hun achterban, die bij beide heren aanzienlijk is, krijgen zij niet langer uitgelegd. Om dit college nog langer te steunen. En dat is de reden, na heel veel gesprekken, na heel veel water door de rivier, dat ze bij ons zijn gekomen. En ze komen bij ons in een warm bad. En we gaan nu met 11 zetels verder richting 2026. Ja, je hebt het over elf zetels. Wat betekent dit voor de huidige coalitie? Ja, de huidige coalitie zal moeten herijken, zal moeten doorgaan als minderheidscoalitie, uh, als minderheidscollege. Uh, ja, dat betekent dat wij meer een stem in het kapitel krijgen om slechte plannen tegen te houden. En We zijn niet onsportief, goede plannen blijven natuurlijk omarmen. Het is alleen jammer dat dit college die zo weinig heeft. De, ja, de verkiezingen komen er over anderhalf jaar aan. Hoe gaat de komende tijd er dan uitzien voor de mos? Nou, wat ons betreft gaan wij dus gewoon in die oppositie blijven. Omdat de tijd gewoon te kort is om een coalitieakkoord, wat in onze ogen zo slecht is, wat gewoon in de prullenbak thuis hoort, om dat te gaan wijzigen. Ja, dan ben je maanden verder. Als je dat gewijzigd hebt, ja, dan staan die verkiezingen al voor de deur. Dus wat ons betreft zit dit minderheidscollege de rit uit. En zullen wij in de raad goede plannen steunen en slechte plannen nog beter wegstemmen. De overstap brengt het college in een kwetsbare positie. Zonder een meerderheid in de gemeenteraad wordt het voor de coalitie, bestaande uit onder andere D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Denk en de Partij voor de Dieren, moeilijker om plannen door te voeren. Het college zal voortaan afhankelijk zijn van wisselende steun van oppositiepartijen. Bingel en Ceuta Hall Hopen via hun nieuwe partij een grotere impact te hebben op het politieke beleid en zich beter te kunnen inzetten voor de inwoners van Den Haag. De komende weken zal duidelijk moeten worden hoe de coalitie deze nieuwe realiteit gaat aanpakken en welke gevolgen dit heeft voor het politieke landschap van de stad. Deze verschuiving in de Raad markeert een belangrijke verandering in de verhoudingen binnen het Haagse stadhuis.